start is gevallen. De eerste lunchkoers is onderweg en Heinz Heino is goed begonnen aan de buitenkant. Carbona As gaat mee aan de relingzijde. Aan de buitenkant komt ook Ejak Valboko. Sap Sevaras moet door het derde spoor, de eerste bocht door. En de paarden draaien de eerste bocht in met Heinz Heino aan kop. Heinz Heino op plaats 2, Carbona As. De eerste paard aan de buitenkant is Ejak Valboko. Vierde is Cora Fantora. Sap Sevaras is teruggenomen naar de laatste plaats. Door het derde spoor gaat nog wel naar voren Benji Boy. Passeert op dit moment Gil Jenki. Daarachter aan de relingzijde volgt Bingo Ricardo voor Early Ricardo. En laatste is Sap Sevaras. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En daar komt aan de buitenkant Ejak Valboko naast Heinz Heino. En die gaat de leiding overnemen. Ejak Valboko wordt de nieuwe leider. Heinz Heino op plaats 2. Daarachter Carbona As. De eerste paard aan de buitenkant is Benji Boy. Daarachter volgt Cora Fantora. Dan Gil Jenki in het tweede spoor. Dan Bingo Ricardo aan de reling. Daarnaast de trainingsgenoot Early Ricardo. En daarachter in het tweede spoor Sap Sevaras. Voorlopig nog als laatste. Zo gaan de paarden de bocht door, komen zo meteen in de rechte lijn voor de tribune. Dan nog één ronde te gaan en de leiding in handen van Ejak Valboko. Die maakt aardig tempo, Ejak Valboko. Daarachter op plaats 2 Heinz Heino. Benji Boy komt ietsje naar voren aan de buitenkant en zo komen de paarden voor de tribune. Tribune die aardig goed gevuld is trouwens voor een ochtendmeeting. En dat hebben we op de avondmeetings wel eens minder gezien. Paarden komen voor de tribune langs, gaan de laatste ronde in. Ejak Valboko leidt. Daarachter Heinz Heino. Benji Boy komt naar voren. Het tempo vooraan is naar beneden gegaan. Het is een mooi moment voor Tom Kooijman misschien. Tom heeft ook op zijn klok gekeken. Ligt nog altijd laatst in het tweede spoor. En zo gaan de paarden de rechte bocht in. Ejak Valboko, nu gaat hij weer iets harder. Daarachter op plaats 2 is het Heinz Heino. Benji Boy derde. Vierde aan de reling zijn de Carbona As. Vijfde is Gil Jenki. Zesde Cora Fantora. Zeven aan de buitenkant Early Ricardo. Achtste aan de reling zijn de Bingo Ricardo. En negende en laatste nog altijd Sap Sevaras. Hij wacht lang, Kooijman. Hij weet precies wat hij in de handen heeft. Eén keer zal hij toch gaan, maar we zijn 800 meter van huis. Hij gaat nog niet en het is nog altijd Ejak Valboko die leidt. Daar gaat hij naar het derde spoor. Aanval komt eraan en vooraan gebeurt ook van alles. Ejak Valboko leidt nog altijd, maar dan komt aan de buitenkant naar voren Gil Jenki. Gil Jenki gaat naar plaats 3. Benji Boy valt wat terug. Early Ricardo gaat driedik naar voren. Achteraan gaat Sap Sevaras. En zo zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht. En dan leidt nog altijd Ejak Valboko. Ejak Valboko, Heinz Heino komt van de reling af. Die gaat naar plaats 2 en die probeert de aanval nu te openen. Helemaal aan de buitenkant komt ook Sap Sevaras, maar die gaat normaal gesproken te laat komen. Paarden zijn in de laatste rechte lijn. Ejak Valboko aan de buitenkant Heinz Heino. Heinz Heino valt aan. Ejak Valboko aan de binnenzijde keer blijft terugvechten. Die twee paarden naast elkaar. Langeweg en Ebbingen. Ze maken het vaak spannend. Ze maken het nu weer spannend. Op weg naar de streep is Ejak Valboko voor. Is Heinz Heino tweede. Sap Sevaras voor derde. Vierde plaats. Early Ricardo.